Vandaag is het Landelijk Burendag en ik ben hier in de Vlinderhof in het Maxima Park. En vandaag worden hier de planten die hier gekweekt worden, worden hier verkocht. En ik heb begrepen dat mensen overal vandaan komen om ze hier te kopen. Kan je ons vertellen wat er hier allemaal gebeurt vandaag? Ja, nou, het is een plantjesmarkt. Dus één keer per jaar in september. Dan worden de planten verkocht die wij hier... als pollen te groot zijn, dan worden ze gescheurd. En de plantjes die ervan overblijven, die worden verkocht. Ja. En het valt natuurlijk nu vandaag samen met Burendag. Vorig jaar ook. En toen regende het. Ja. Nou Kelly, dus echt een mooie dag vandaag voor de Burendag, hè? Het is super mooi dat ze de tuin vernieuwen en dat iedereen op deze manier thuis ook nog een soort kleine vlinderhof kan maken. En daar grijp ik ook mijn kans voor vandaag natuurlijk. Dus je komt hier plantjes kopen? Ja, ja. En ik ben ook wel een beetje verbonden met de vlinderhof. Ik geef precies op dit veldje hier iedere week, 3 keer per week yoga. Dus vandaar dat ik ook weer hier ben om de vlinderhof weer een beetje te steunen. En ja, het is gewoon leuk. Super goede sfeer altijd met al die vrijwilligers. En ja, hartstikke leuk. Ik heb in Vleuten, dus vlakbij waar ik woon, heb ik op 2 plekken bij. Maar ook in Harmelen, dus aan de Dorpeldijk, maar bijna aan het eind, zeg maar. Dat is hemelsbreed, dus dat is 1 kilometer of 2, 2,5. Nou, die stal van Harmelen en die 2 stallen in Vleuten, die smaken echt duidelijk verschillen. Terwijl het gewoon honing is, uit dezelfde periode verzameld. Maar net een andere omgeving, dus ze zoeken net wat andere dingen. Die voorjaarshoning uit Harmelen, nou, die was nog een tint donkerder dan deze. En de voorjaarshoning uit Vleuten, die was een stuk lichter dan deze, zeg maar. Ja. Dus 2 kilometer van elkaar. Ja. Zelfde periode, maar dat maakt zo uit waar ze op vliegen. Dus, ja. Ja, eigenlijk zijn we elke zaterdag aan het werk, hè, met vanaf 9:30 tot 12:30. Uh-huh. En veel van ons vinden het leuk om door de week heel hard achter hun bureau te zitten, dus met je hoofd bezig te zijn. Maar wat ik fijn vind is dat ik dan het weekend start met gewoon met mijn handen bezig zijn. En mijn tuin is verder thuis groot genoeg. Maar mijn kinderen en mijn vrouw zijn een beetje klaar mee dat ik elk jaar weer iets anders verzin. Dus nu kan ik me hier uitleven. In een heel warm gezelschap, in een heel warm bad, want er is heel veel kennis van tuinen. En om 12:30 vind ik het ook wel weer genoeg. Dat is het mooie van hier werken, als vrijwilliger. Om 1 uur kan je ook zeggen, nou, ik heb een deel gedaan. En ik ben zelfs nu zover dat als je hier lang genoeg werkt en je toont interesse, dan krijg je ook je eigen vak. Hè? Dat is een beetje een dingetje. En dat is wel heel geestig, is dat. Maar dan ga je ook met trots wezen. En zo kan ik op een hele droge zomerse dag, kan ik mij op werk meer druk maken over dat waarschijnlijk mijn vak plant A of B het niet meer doet, dan een cashflow-analyse die op dat moment gepresenteerd wordt. Dus dat is ook wel hier een beetje raar. Maar het is juist die balans wat we allemaal zoeken. Het balans ook tussen werk en privé, maar ook buiten en binnen. Binnen en buiten, ja. Iets teruggeven in plaats van alleen maar nemen, hè, met vrijwilligerswerk, is denk ik wat ons allemaal bindt en daar hebben we ontzettend veel plezier mee. Ja.